Vandaag in het Hart van Brabant nieuws. Gelukkig worden van vrijwilligerswerk op de vrijwilligersmarkt. Omroep Tilburg duikt nog één keer de provincie in. Heeft de provincie nog wel toekomst? Een deel van het Fontysgebouw op Stappengoor was dinsdag gevuld met allerlei kraampjes van verschillende organisaties. En nee, er werd niets verkocht, maar de aanwezige organisaties maakten onderdeel uit van de vrijwilligersmarkt. Een markt waar ruim 40 organisaties vertegenwoordigd zijn die eigenlijk allemaal op zoek zijn naar nieuwe vrijwilligers. Dat de vrijwilligersmarkt juist nu georganiseerd wordt is niet zo vreemd. Deze week is het namelijk de Dutch Happiness Week. En het doen van vrijwilligerswerk kan voor nogal wat happiness zorgen, zo vindt de organisatie. Voor mensen die vrijwilligerswerk doen is eigenlijk bewezen dat zij gelukkiger zijn dan mensen die geen vrijwilligerswerk doen. Dus voor ons is dit een hele mooie manier om natuurlijk vrijwilligerswerk te koppelen aan het thema geluk. En de Dutch Happiness Week is een week georganiseerd door onder andere Fontys. Een week waarin heel veel geluksactiviteiten worden aangeboden. En wij zijn heel erg blij dat we met onze vrijwilligersmarkt bij deze week konden aanhaken. Hoewel het vrijwilligerswerk deze week een beetje meer centraal staat, hebben de organisaties natuurlijk het hele jaar door de vrijwilligers hard nodig. Nou, voor ons in het huis, hè, we hebben een woonzorgcentrum met verschillende groepen, dus mensen met een zorgaanbod. Maar ook daarnaast hebben we ook huurders en dat zijn natuurlijk best. En we hebben ook nog een woongroep van dementerenden. Dus, en daar hebben we best nog wel veel vrijwilligers voor nodig. Wat zou het voor uw organisatie betekenen als er geen vrijwilligers meer zouden zijn? Nou, dat zou best ernstig zijn. Kijk, we hebben best wel aardig wat personeel en de mensen. Maar op bepaalde dingen komen de mensen toch nog wat tekort. Heel veel organisaties zijn echt dringend op zoek naar nieuwe vrijwilligers. En zo'n markt is een mooie en een hele laagdrempelige manier om in contact te komen met verschillende organisaties. Zodat mensen ook eigenlijk een beeld krijgen van hoe divers vrijwilligerswerk is. Ik ben al jaren vrijwilligerswerk aan het doen. Maar dat zitten zoveel mogelijkheden en op die manier kan ik ook mensen helpen. Dat is het enige. Want waarom vindt u het doen van vrijwilligerswerk zo belangrijk? Dat is niet belangrijk, maar dat is fijn. Als doet u iets voor iemand, dan krijgt u zoveel liefde en leuke dingen terug. Dat is het. In aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen gaat Omroep Tilburg in gesprek met Brabantse politici en burgers over zaken die spelen in de provincie. In het laatste deel van de serie gaan wij op zoek naar een antwoord op de vraag of de provincie als bestuurslaag nog van deze tijd is. De Provinciale Statenverkiezingen weten vaak ongeveer de helft van de stemgerechtigden naar de stembus te trekken. Julien van Ostaaien, docent bestuurskunde aan Tilburg University, legt uit wat kiezers motiveert die wel besluiten om het stemhokje in te stappen. Sommigen vinden het gewoon een plicht, stemmen bij alle verkiezingen. Maar er zijn ook kiezers die heel bewust onderscheid maken tussen de verschillende bestuurslagen en die ook vinden dat de provincie van belang is. Of sommigen stemmen ook met een nationaal motief. En sommige mensen ja, die vinden gewoon dat het een soort democratisch recht is wat je altijd moet gebruiken. Dit geldt overduidelijk niet voor alle kiezers. Maar Brabantse politici hebben uiteenlopende ideeën over wat zij het beste kunnen doen om ervoor te zorgen dat iedereen zich betrokken voelt bij de verkiezingen en de opkomst dit jaar hoger zal zijn. We moeten beginnen niet te pessimistisch te zijn, hè, want als we allemaal zitten in het frame van nou, het zal wel weer niet zo hoog worden. We moeten duimen voor goed weer, dat helpt meestal. En mensen moeten zich natuurlijk heel erg goed realiseren dat er wel wat staat te gebeuren. Iedere zaterdag en zondag ga ik bijvoorbeeld langs de deuren om met mensen gewoon huis aan huis, monnikenwerk, ga ik gewoon met de mensen in gesprek. Eén stem voor één stem en één iemand voor één iemand af te gaan en te vertellen wat voor dingen de provincie doet. Wat ik probeer te doen is bij alle debatten aanwezig te zijn. Wij gebruiken heel veel social media. Denk aan bedrijventerreinen, denk aan openbaar vervoer, aan natuurgebieden, aan onze provinciale wegen. We doen heel erg veel. Mensen realiseren zich dat niet, dus we moeten dat vooral vertellen. Iedereen die roept van nee, de provincie is bekend genoeg. Maar aan de andere kant, als je dan vraagt aan de burgers van wat weet u van de provincie, is het antwoord blijft stil. Dus iets klopt daar niet in die verhouding, dus er is wel degelijk een kloof. En daar hoeven we niet lang wetenschappelijk onderzoek voor te doen, die is er. Nou, we hebben vorig jaar onderzoek gedaan naar waarom stemmen mensen nou eigenlijk niet voor die provincie. En dat ze gewoon heel weinig wisten over wat die provincie doet, dat bleek wel de belangrijkste reden te zijn. En mensen zeiden ook, ja, als we meer informatie hebben over de taken van de provincie, maar ook het belang van de provincie, dan gaan we wel stemmen. Is naar eigen zeggen, dus je moet altijd maar kijken of dat ook zo is.
Maar daar ligt denk ik wel een belangrijke sleutel voor de oplossing. Steeds vaker nemen gemeentes taken over van de provincie en maken zij onderling afspraken. Wat je daar dus bij ziet is ja, dat het een indirecte democratische legitimatie is. Dus inwoners kiezen niet de mensen die zo'n regionaal samenwerkingsverband besturen. Nee, die kiezen de gemeenteraad die dan vervolgens weer die bestuurders kiest. Een voordeel van de provincie is dus dat je direct kiest voor de bestuurders die jouw provincie besturen. Of gemeentelijke samenwerkingsverbanden en fusies gewenste ontwikkelingen zijn, is nog maar de vraag. Brabantse politici hebben verschillende visies over welke taken de provincie op zich zou moeten nemen, maar zien in de toekomst nog wel steeds een rol weggelegd voor de provincie. Ik ben daar helemaal niet tegen. Het enige punt is, we hebben in Brabant geloof ik nu ergens in de 60 gemeentes, dat zijn ook heel veel kleine gemeentes, die hebben al heel veel moeite om hun eigen taken op een fatsoenlijke manier te vervullen, zodat ze hun burgers goed bedienen. Laat staan dat ze al die grote moeilijke taken van de provincie nog een keer bij moeten nemen. Dus er moeten dan eerst grotere gemeentes komen in Brabant, daarna kunnen ze pas taken van de provincie overnemen. Ik vind dat je gemeente zo klein mogelijk moet houden, of in ieder geval niet moet dwingen om te fuseren met andere gemeenten. Je ziet hoe grotere gemeente wordt, hoe kleiner die opkomst was bij gemeenteraadverkiezingen. Je ziet in een stad Tilburg is de opkomst veel lager dan in een dorpje bijvoorbeeld als in Goorlen. Dus je ziet als je die gemeente te groot gaat maken, dan gaat daar ook de opkomst bij verkiezingen enorm dalen. Dus ik denk dat je die gemeente gewoon ja, op begrijpbaar niveau, op logisch niveau voor inwoners moet houden, waar ze gevoel bij hebben, identiteit bij hebben. En dat je de provincie juist moet gebruiken voor de taken die net ja, boven die gemeentegrenzen uitgaan, die daar ook een hele mooie schaal voor hebben, waardoor je die gemeente niet te groot hoeft te maken en die provincie een goede rol kan pakken. Nou, het gaat met name om de inhoud. Is de gemeente in staat om de uitdagingen die ze hebben ook daadwerkelijk zelf aan te gaan? En daar zal een gemeenteraad vooral zelf met elkaar in gesprek moeten gaan van kunnen wij als overheid samen met de ondernemers, met de inwoners die sociale uitdagingen aangaan op economisch gebied, op ruimtelijk gebied, kunnen wij daadwerkelijk die uitdagingen aangaan. Ik ben heel erg blij dat de gemeentes heel veel taken op zich nemen en dat inwoners vooral met de gemeente te maken hebben. Daar moeten we als provincie ons vooral ook niet mee bemoeien. Maar soms is het toch beter om het als regio of als provincie op te pakken. Denk aan de energietransitie of de klimaatmaatregelen die we moeten nemen. En dan is het toch wel fijn dat er nog zoiets is als een provincie. En daarnaast zien wij ook toe bijvoorbeeld op de kwaliteit van het bestuur. En dat is sommige gemeentes is dat ook wel nodig. Ik ben er op dit moment erg van overtuigd dat de provincie daarin het schaalniveau is wat het nog het dichtst bij de mensen staat. En toch ook zeg maar in coördinatie over wat je soms aan faciliteiten, een theater moet je niet in één gemeente hebben, dat moet je voor meerdere gemeenten organiseren. Nou, dat soort faciliteiten op een hogere schaal georganiseerd en afgestemd moeten worden. En daar is in ieder geval nu, zou je kunnen zeggen, de provincie de meest aangewezen overheid voor om dat goed georganiseerd te krijgen. Het gaat over de provincie. En het gaat niet zoals het nu op dit moment gekaapt wordt door de landelijke politiek. Het gaat niet zozeer direct over de landelijke politiek. Het gaat erover wat in de provincie Brabant en wat voor de provincie Brabant goed is, wat daar gebeurt. Ja, dat is iets van alle tijden. Dat zie je ook bij alle bestuurslagen en alle verkiezingen. Ja, landelijke politici praten niet alleen maar over de thema's die dan lokaal of provinciaal van belang zijn. Bij de provincie kun je het nog enigszins begrijpen, omdat de provincie natuurlijk ook de Eerste Kamer kiest. Maar ook bij gemeenteraadsverkiezingen zie je dat gewoon gebeuren. Voor een groot deel gaat het ook over landelijke politiek. Ik zie wel dat het gebeurt en ik begrijp ook wel waarom het gebeurt. Alleen ik betreur het wel. Het zou natuurlijk veel mooier zijn dat veel meer mensen voor de provincie een keuze maken, puur gebaseerd op provinciale thema's. Maar we weten in de praktijk dat het niet zo werkt. En dat veel kiezers stemmen voor de provincie met in de achterhoofd de landelijke politiek. Dit was de laatste aflevering van deze reeks over de aankomende provinciale statenverkiezingen. Het doel ervan was om mensen te informeren over enkele zaken die spelen in de aankomende verkiezingen. Aangezien het niet mogelijk is om bij elk onderwerp alle partijen voorbij te laten komen, heeft Omroep Tilburg geprobeerd om in elke aflevering een aantal interessante opvattingen voorbij te laten komen. Voor wie nog wat meer wil weten over hoe de provincie als bestuurslaag tot stand kwam en wat zij allemaal doet, kan dit nalezen op de website van Omroep Tilburg.